van Halem. Ik ben grafisch ontwerper. Ik ben in 2003 afgestudeerd van de Gerrit Rietveld Academie hier in Amsterdam. Probeer hem los te maken. Dus ik maak een ik probeer nog iets. En dat echt een 100-fout. Dat ik niet al direct bij het eerste plaatje ga zitten helemaal zorgen dat het perfect is. Maar zorg dat je, doordat je gaat schetsen, een nieuw idee krijgt. Ik zit er altijd in een waas te werken. Van ik begin gewoon schetsen. Volgende document, netjes volgende velletje, nog een keer schetsen. Wat ik met schetsen altijd heb, is dat ik moet mezelf toestaan om ook het allerlelijkste te maken. En dat ik niet bij de eerste zegel, de eerste ding wat ik probeer, denk, oh, het is lelijk en ik kan het niet. Moet ik even stilstaan bij mijn schetsen? Moet ik mijn opdrachtgever laten zien waarmee ik bezig ben? En is dat wel het moment waar reflectie op komt? Waardoor je dus zelf besluit van, oké, ik ga nu naar mijn werk kijken. Wat vind ik ervan? Wat is goed? Wat is minder goed? Ook al zitten er 100 mislukkelingen tussen en is de 100 een eerste schets, is misschien wel goed. Ik heb wel die 100 nodig gehad om tot die 100 een eerste te komen. De enorme snelheid in die schetsen, dat is gewoon zo, ja, alsof je op de snelweg gewoon heel hard aan het rijden bent. En dan af en toe gooi je iets uit het raam en dat is dan een schets. Het fine-tunen sta je eigenlijk al stil. En het is wel heel spannend omdat het je eigen zegel is, maar het is best wel saai, zit je nog dingen over te tekenen. Op het moment dat je hem definitief maakt, moet je heel goed kijken naar wat er eigenlijk op 100% is. Dus is het 25 mm bij 21 mm nog zichtbaar en leesbaar is. Je schudt hem niet zomaar uit je mouw. Dat is, en ook al is het een heel simpel dingetje, want als ik hem nu zou moeten maken en weet hoe hij eruit ziet, dan kan ik hem in 5 minuten, nou niet waar, 3 kwartier kan ik hem maken op de computer. Maar hij moet wel ontstaan.